Welkom bij de videoserie van Dr. Peter Wijs. En vandaag heb ik een topic, daar staat boven de weg omhoog. Er was een dag dat ik was op vakantie ergens in Frankrijk en ik besloot dat ik graag de top van de berg wilde beklimmen die ik elke dag zag vanuit mijn caravan. En wij zaten in het dal aan de oever van een kleine rivier. En zonder eigenlijk al te veel na te denken gingen we op weg. En samen met een paar vrienden liepen we langs de begroeiing van die berg. En we zochten eigenlijk naar een ingang van een pad wat ons omhoog zou leiden naar de top. En we keken ook een beetje naar de tijd en we wisten, nou, we hebben een paar uur, want dan gaat de zon onder en je wilt gewoon niet in het donker op de top van een berg zitten, want ja, dan kom je niet op tijd beneden. En je raakt misschien verdwaald. Nou, we gingen eerst de eerste weg in en uiteindelijk kwamen we ergens in het kreupelhout terecht en we konden geen stap verder. Nou, we zoeken naar een andere ingang en ook dat mislukte na een zo'n 100 meter naar boven en een keer stopte die weg. Tot we uiteindelijk na heel veel zoeken een pad vonden wat ergens veel verderop begon. En wat heel geleidelijk ons leidde over allerlei barrières heen naar de top van die berg. Dus het was een mooi moment dat we daar bovenop stonden en ver weg in de diepte konden zien waar we kampeerden. En de weg naar beneden ging natuurlijk heel makkelijk, want we wisten hoe we moesten gaan. Nou, ik heb uit zoiets iets geleerd. Het is vaak makkelijker voor iemand om van bovenaf de weg naar beneden te vinden dan van benedenaf de weg naar boven. En dat klopt, want als je boven staat, dan overzie je waar je heen gaat. En je ziet hoe een pad gaat en je ziet de barrières. En je kunt kiezen hoe je dat zal doen. Terwijl als je van beneden naar boven gaat, dan zie je, je kijkt als het ware tegen de barrières aan, je ziet niet waar de paden lopen. Ja, dit is nou een heel mooi voorbeeld. En ik gebruik het ook vaak als ik mensen coach, dat als je een weg wilt weten hoe je bijvoorbeeld over 10 jaar ergens wil zijn, dan is het een goede oefening om je voor te stellen dat je daar al bent en dat je terugkijkt naar waar je nu bent en hoe je dan in die 10 jaar daar gekomen bent, welke weg je hebt genomen, welke fases er waren, welke beslissingen je hebt genomen enzovoort. Wel een goede manier om keuzes te maken voor je toekomst. Nou, in het leven met God speelt eigenlijk dezelfde dynamiek. God bereiken en bij hem thuiskomen wordt door iedereen geprobeerd. Je hebt sekten, religies, meditatiecursussen. Iedereen is bezig om een weg te vinden om God te bereiken. Hele culturen zijn daar opgebouwd. Maar eigenlijk moet je concluderen dat al die zelfmeetpogingen, net zoals ik op dat pad wat doodliep, doodloopt en dat je opnieuw begint en eigenlijk niet weet hoe je er komt. Nou, het bijzondere van Jezus Christus is, in de Bijbel staat dat beschreven, dat hij van de top kwam. Hij kwam uit de hemel, uit het hemelse paradijs en daalde af naar de wereld en werd mens. En als mens kwam hij op een punt dat hij zijn leven gaf als verzoening, als offer voor onze fouten, onze zonden, zodat wij de weg naar boven konden binnengaan. Hij zegt van zichzelf, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven. En als je door mij binnenkomt, zegt hij, dan kom je er gewoon. Hij wordt ook wel genoemd de deur van de schapen. De enige manier om bij de Vader te komen. Hij ging die weg, hij ging naar het kruis, hij stierf voor de zonde en wat meer is, hij brak de
de ketens van de dood en hij stierf op, of hij stond op uit de dood. Nou, dit is wijsheid. En als je wijs bent, dan luister je naar het evangelie en dan ga je niet je eigen weg zoeken, maar dan ga je kijken welke weg heeft God voor mij toebereid in de Bijbel om tot hem te komen. Dankjewel.